Rond 1835 zijn de originele fossielen van dit fossiel gevonden in een groeve in Duitsland. En voor de verkoop aan musea en universiteiten zijn er toen afgietsels van gemaakt. En wat je hier eigenlijk ziet, dat is niet zoals het fossiel er echt uitzag zoals het gevonden is, maar dit is echt een reconstructie. Dus je hebt de bovenschedel en de onderkaak, en die zijn bij elkaar gevoegd. En de onderkaak bestaat uit verschillende delen. En alles bij elkaar is zo deze schedel geconstrueerd. Nou ja, en die werd dan verkocht als afgietsel. En daarmee was het een van de eerste gipsen afgietsels van fossielen die op de markt kwamen. Later is dat een hele bedrijfstak geworden, de verkoop van gipsen afgietsels. Maar dit was eigenlijk een van de eerste, een van de vroegste die op die manier op de markt werden gebracht.